We zijn hier vandaag in Geldrop bij Eindhoven en we gaan op bezoek bij ontwerper Piet Heijnheek, die al 17 jaar op dit industrieterrein in zijn werkplaats meubels maakt van restmateriaal uit de natuur of de industrie, dus geen massaproductie. En we gaan een kijkje nemen hoe hij dat doet. Ja. Piet Heijnheek, jij woont en werkt vanuit Geldrop en dat doe je al 17 jaar. Je bent in 1990 afgestudeerd aan de Design Academy. Destijds ben je afgestudeerd met een serie meubels van sloophout. Je werkt nog steeds op dezelfde manier. Zijn je uitgangspunten in de loop der jaren veranderd? Dus ik ben begonnen met sloophout en dat heeft gelijk ook enorm veel betekent, heel veel publiciteit opgebracht, heel erg een stempel gegeven aan wat ik doe. Maar het is onderdeel van veel meer activiteiten en het is heel typerend voor de manier waarop ik werk nog steeds. Dat ik, als ik ergens een materiaal of een techniek zie, dan eerst wat ik denk is van hé, daar kan ik iets mee. Wat was je uitgangspunt destijds bij tijdens je afstuderen? Nou, de inspiratie kwam toevallig. Ik was een kast aan het restaureren van mijn zus om mijn geld bij te verdienen. En ik had oud hout nodig, dus ik ging naar een sloop en ik zag dat hout staan. En ik vond het gewoon eigenlijk mooier dan nieuw hout. En vooral de hoeveelheid waar het in aanwezig was, maakte het ook mogelijk om er een serieproduct mee te maken. In tegenstelling tot wat je geleerd krijgt, is met perfecte materialen perfecte producten maken. Je zegt je werkt vanuit het materiaal. Hoe begint een idee bij jou? Hoe ontstaat een ontwerp? Ja, eigenlijk is het alles in één keer. En het is natuurlijk een beetje broeden, want het komt niet, het komt op zich niet in één keer, maar je bent altijd problemen aan het oplossen. Je ziet altijd materialen, je hebt altijd technieken en machines. En dat gaat allemaal in, zullen we zeggen, in een grote gehaktmolen. En zo nu dan komt er een bal uitrollen. En dat gaat zo gemakkelijk, wordt steeds simpeler eigenlijk. En een idee is eigenlijk altijd de combinatie van of ik heb een machine gekocht of ik heb gehoord dat materiaal iets kan. En of een combinatie van beide en dan rolt er iets uit. Maar het beeld is nooit, dus het ontwerp is eigenlijk altijd wel in één keer een beetje klaar. En dan is het de kunst om het ook zo uit te werken dat het overeind blijft. Dat die techniek en het materiaal op zo'n vanzelfsprekende manier als dat je het bedacht hebt ook dat het ook als het er staat nog steeds dat beeld heeft en dat het ook klopt met die uitgangspunten. Want op zich, je vormentaal is vrij basic. Toch is er een herkenbaarheid in je werk. Kan je zelf uitleggen wat dat is, een Piet Heijnheek meubel? Dat je begrijpt hoe het gemaakt wordt, dat je het materiaal herkent, de gebruikte techniek herkent. Dus alles is eigenlijk een open boek. En dat heeft ook te maken met dat eerste idee van ja, het is pas een goed idee. Als alles klopt, als alles in elkaar valt, van nature bijna. Want je produceert alles zelf hier in de werkplaats? 90%, 95% wordt hier geproduceerd. Ja. Je zou kunnen zeggen misschien dat het ecologisch verantwoord is wat je doet. Tegelijkertijd stop je er ook heel veel manuren, je zegt zelf engelengeduld, in je producten. Daarmee wordt het niet meteen economisch een heel voordelig product. Hoe zie je dat? Er zijn mensen die kopen zo'n FSC-houten bankje, maar dat gooien ze na een jaar weg, want het is eigenlijk gewoon toch een goedkoop rotding. Dus dan koop je iets wat gelabeld is, wat ecologisch heel verantwoord lijkt, maar het wordt wel met een boot hier naartoe gesleept. Je koopt het, je neemt het mee naar huis, zet het in elkaar en gooit het weer weg. En dan kan je beter van rothout, of tenminste niet kosher hout, een bank kopen en die 100 jaar laten staan. Er zitten heel veel valse of dubbele bodems. Het beste is natuurlijk een bank die 100 jaar staat van FSC hout. En dan is het helemaal goed. Wat is perfectie voor jou? Dat is denk ik in het verband van de perfectie zoals wij die in onze samenleving nastreven. De industriële revolutie heeft eigenlijk ook een heel dominant esthetisch beeld veroorzaakt. En dat beeld van dat dingen perfect moeten zijn, is zo erg dat zelfs met producten die in kleine oplages gemaakt worden, probeert men ook zo perfect mogelijk te maken. Maar nou zie je dat er heel veel behoefte is aan het tegenovergestelde. Dat mensen het juist leuk vinden als het niet helemaal perfect is, maar dat iemand duidelijk heel erg zijn best heeft gedaan. Het is veel charmanter dan iets waar niemand zijn best op heeft gedaan. En nou hebben we dus producten die van klei gemaakt worden. De kinderen waren met een deegroller bezig. Die hadden dus platte stukken klei, dan kan je vouwen. Dus net metaal waar ik voor mee werk. Toen dacht ik, ja, dat is makkelijk. Daar kan ik kopjes mee in elkaar plakken. Dus dat is eigenlijk een soort vormpje wat zo zit met twee oortjes. En een los bodempje. En dan plak je allemaal tegen elkaar aan. En dan zet je eigenlijk zo'n kopje
vanuit plantmateriaal in elkaar. Toen heb ik kannen getekend en heeft Lottie, een toen stagiaire, die werkt nu bij ons, Lottie Lindemans, heeft dat uitgewerkt. Het is helemaal niet industrieel, want je loopt elke keer met een plak klei, die leggen we over een metalen plaat, die in de goede vorm is, en snij het helemaal af. En al die platen bij elkaar, die zetten we in elkaar, doen we allemaal knijpertjes op. En de dag erop doen we een zak eroverheen en de dag erop of de dag daarop pulken we het ijzer eruit. En dan heb je dus uiteindelijk die kan. En je koopt eigenlijk iemands aandacht. En dat is zo, dat vind ik zelf zo fascinerend, ja, iets. En dat kijken, wat kost die? Ja, dat is... 885. Nou, deze kast is echt heel typisch voor mijn manier van werken, mijn ontwerp en ook hoe we produceren. En daar komt vooral omdat het transparant is, dus je kan alles zien. Eigenlijk hangt alles samen aan elkaar. Hè. Die pennen die hier zitten, dat boutje, dat bevestigt eigenlijk ook de achterwand aan de voorwand. En het scharniertje gebruik je om het sandwichje van de deur te maken. En het sandwichje van de deur gebruik je voor het sluitingje. Dus alles bij elkaar zit eigenlijk, elk onderdeel heeft wel een functie en heeft in zijn relatie tot de volgende oplossing. De sloopbouw staat hier. Ja. Voor het eerst van ons leven hebben we dat netjes staan. Dat is nog nooit geweest. Jullie hebben in die zin een primeur nu. Hoeveel mensen werken er? Fulltime zeker 30. We maken tegels van tevoren, dus in sloophout of in ook weer afval. Het kan ook eiken zijn, het kan ook plaatmat. Hieronder ligt plaatmat. Ja. Doordat die zo willekeurig klikken, heb je patroon zal je niet herkennen. Omdat ook in één zo'n stuk kunnen twee latjes, kunnen drie latjes zitten. Dus je krijgt ook niet elke keer dezelfde maat erin. Koop je wel eens iets van andere ontwerpers? Zelden. Geen meubels. En zelf heb ik helemaal niks met kopen. Ik word er niet gelukkig, ik word er niet warm of koud van. Ik heb er helemaal niks mee. Wel machines, dat vind ik wel heel leuk. Dus een machine kopen, dat kan je me wel voor wakker maken. Maar niet gebruiksding of zo. Ja. Mooi werk, heel erg leuk om te zien hoe het gemaakt wordt, waar het gemaakt wordt. Toch blijft er een beetje een paradox kleven aan het werk. En dat is sloophout met een prijskaartje.